Ik ben Joyce Willemsen. Ik ben bestuurslid en voorzitter van de programmaraad. Mijn naam is Roy Lammers. Ik ben lid van de PR-commissie. En we gaan wat vertellen over Bredevoort Schittert. Dit weekend en volgend weekend voor het eerst in twee weekenden. Helemaal het evenement opgezet. Vanavond is de eerste lichtpuntjesavond. Die is speciaal voor ouderen en minder valide mensen. De mensen konden zich opgeven. We begonnen met een kopje koffie hier in het grachthuis. Om een beetje in een gezellige stemming te komen na toch wel een gek coronajaar. We hopen dat we deze mensen een mooi lichtpuntje kunnen bezorgen. Dus zij gaan vanavond starten. Zij gaan de proef draaien voor ons eigenlijk. Eerst een wandelroute van een kleine 1,5 kilometer door het mooie Bredevoort. En vervolgens de autoroute, die ongeveer 20 kilometer lang is. Door het buitengebied van Bredevoort. Een stukje door Bredevoort en Barlo. En morgen gaan we de fietsroute doen. Eigenlijk dezelfde route als vandaag voor de auto's. Alleen dan voor de fietsers. Toch hadden we vorig jaar veel mensen die zeiden, ja, het is toch leuk als we ook op de fiets deze route kunnen volgen. Dus dat is morgen. Zaterdag hebben we de autoroute en de wandelroute. En volgend weekend ook autoroute en wandelroute. Dus eigenlijk hetzelfde als morgen. En om hoeveel lichtpunten gaat het eigenlijk als je die buitenroute neemt, die autoroute en die fietsroute? De lichtpunten zijn verschillend in Bredevoort en buiten Bredevoort door de bouwgroepen weer gemaakt. Ja. Dus dat was heel fijn dat zij weer konden gaan bouwen. Ik dacht dat het 10 lichtobjecten zijn. En in Bredevoort zelf? In en buiten Bredevoort, ja. Volgens mij zijn er 2 bouwgroepen die buiten Bredevoort bouwen. Ja. In het verleden maakte u altijd een programmaboek waar je ook een afbeelding had of een naam van de bouwers en een verhaal erbij. Ja. Waarom is er hier niet voor gekozen? Was de tijdstip te klein voor? Ja, en de tijd was vrij kort, omdat mensen natuurlijk niet al heel snel bij elkaar mochten komen met meer dan 4-5 personen door de coronamaatregelen. Ja. Dus het was zoeken naar een tussenweg van waarin bouwers toch kunnen bouwen met kleine groepen, kleine aantallen. Dus dat is inderdaad wat meer last minute geweest dan andere jaren. En ook omdat er dit jaar geen vast thema is. En iedereen dus eigenlijk gewoon de vrije hand had om te bouwen wat ze leuk vonden. En kunt u wat vertellen over die thema's? Of bent u daar ook op de hoogte wat ze gebouwd hebben? Ze hebben van alles gebouwd. Ik weet dat er een groep de Smurfen heeft gebouwd. Ja. Maar ook de Eiffeltoren is te vinden. Sommige groepen hebben zich wat meer beperkt tot wat kleiner onderwerpen. Bijvoorbeeld alleen wat mooie decoratie over het zwevende pad in de tuin van Simmenadders. We hebben de start en finish start geloof ik van de Formule 1 race heeft een bouwgroep gebouwd. Dat was heel actueel nu. Ja, zeker actueel. Ja, helemaal dit weekend. Ja. Dus het gaat eigenlijk alle kanten op. Ja. Ja, het is ook heel mooi om te zien dat er eigenlijk best wel, zoals Joyce al aangeeft, op last minute allerlei initiatieven ontstaan. Dat was vorig jaar ook het geval. Dus ook in de buitengebieden, zeg maar, dat er groepen of buurten, zeg maar, met elkaar zeggen van hey, laten we ook hier lokaal in een straat of in een buurt wat de kop bij elkaar steken en wat organiseren. En ook dat zien we ook dit jaar, zien we dat weer terug. Ja. Hoe loopt de PR dan? Want het was een beetje moeilijk voor jullie, hè? Want ik zag die spandoeken en daar stond er geen datum op. Ja, op het laatste moment is dat een beetje nou bekendgemaakt door dat de gemeente Aalten een beetje laat kwam met de vergunning voor dit evenement. Ik weet dat op de spandoeken daar staat normaal eind september. Dat is nu begin september. Dus dat is aangepast naar september inderdaad. Ja. En smaakt het nou meer eigenlijk als je dit nu doet? Want het was het laatste weekend van september, 3 dagen. Nu heeft hij 2x3 dagen met die een dag ook voor de of een avond voor de minder valide. Smaakt het naar meer dat u zegt, nou ik doe het toch weer net als vroeger. Er was ook de Gondelvaart, dat was ook verspreid over 2 weekenden. Of moet u daar nog over brainstormen? Ik denk dat dit is natuurlijk voor het eerst weer dat het 2 weekenden is. Ja.
ja, ik durf daar nu persoonlijk ja, geen uitspraak over te doen van nou, is dit nu iets voor de toekomst? Wat we wel in algemene zin zien, zeg maar, dat vernieuwing, verandering, dat slaat aan in positieve zin. Ja. En dat past ook bij het evenement. En, je gaat alle lichttafereel maar even bekijken. Huh? Je gaat al die lichte dingen allemaal nog bekijken. Ja, ja? Dan gaat bij de auto. Ja, dan gaat u even een auto op maken. Om te rijden. We hebben vanmiddag al hier geweest. Atlet, hoe heet die, maar die is met de auto met name mooi te zien. Ja. Dus die hebben, nou ja, eigenlijk een beetje zandvoort nagemaakt. Ja, die hebben mooi auto's nagemaakt. Ja. Met de start van de Formule 1 erbij. Ja. Met een bijbehorende tent vanuit de Pitstraat. Dus die. Ja hoor. Goeiedag. Ja, dat doen we hoor, dat doen we. Goedenavond, ja, hallo. Ja, hallo hoor. Wat is jullie verlichting? Nou, wij zijn van orde en veiligheid natuurlijk. Handhaving, afstand tussen de mensen. Tussen jullie verlichten vanuit jezelf de mensen. Wij, ja, en wij zijn reflecterend, hè, dames en heren. Dus, ja, dat zie ik. U bent zwaar in overtreding, u draagt geen verlichting. Nou ja, het is toch wat, hè. Ja, maar die man is van de Gelderland, dus dat is een hele beroemdheid natuurlijk. Ja, dat is hier van de Brink. Van de Brink, ja, natuurlijk. Ja, ja, dat is heel bekend. Komt u maar hoor. Ja, heel goed. Hij doet niks hoor, maar hij mag wel aaien net wat hij wil hoor. Nou. Toch, agent? Dat is geen probleem. Ja. Spirituele verlichting. Ja, hartstikke. Ik werk met volle pompen, met heel wat volle pompen. Er zijn allemaal oude kabels van. Bijna elk jaar mee, ja. Met een groep van 5 jongeren. Ja. 6 jongeren. Ja. En ja, nou, probeer toch elke keer iets moois neer te zetten. Ja. Dit jaar geëxperimenteerd met verf en licht. Dus zonnelampjes. En dat ziet er op dit moment best mooi uit. Ja. Ik ben Kasper van Limburg. Kasper met de C? Waarom ben ik? Ja, een beetje sfeer erbij, hè? Oh ja. Ja. Hoe gaat het met de drie gangen menu? Oh, daar heet André weer. Drie gangen menu, hoe staat het hier? Oh, André. Hoe gaan we de loempia's? De loempia's zijn uitverkocht. We hebben allemaal koud. We hebben alleen nog kroephoek van vorige week. Ja. Dit is een drive-in restaurant. Thank you.
te bieden. Zij weet het, zij weet het.